Beste vrienden, hier zijn we weer met een aflevering van De Wachter. En vandaag wil ik iets delen over het gezag van de regering. Wat heel vaak ook door kerkleiders wordt gehanteerd uit Romeinen, hoofdstuk 13. En dat heeft u al vast gehoord. We moeten de autoriteit gehoorzamen. Anderen zijn het daar hardgrondig mee oneens. En het lijkt erop alsof dit een enorme verdeeldheid veroorzaakt, ook binnen kerkelijke kringen. Nou kunnen we niet zomaar die ene tekst als een mantra gebruiken om blinde gehoorzaamheid en als slachtschapen gewoon te luisteren naar een goddeloze regering die ook de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud, die in de nieuws verkondiging op de NOS en op sociale media censureert en elke anti-geluid of ander geluid gewoon tot zotteklap maakt en weg wil redeneren. En ik ben enorm geïnspireerd en alle respect voor John MacArthur, pastor in Amerika. En er zijn er nog twee die ik bijzonder respecteer en waardeer, omdat zij wel hun kerk hebben opengehouden en die eerst voor gek en onverantwoordelijk zijn verklaard. Maar uiteindelijk ook heeft John MacArthur zelfs een enorme bemoediging van de president gekregen dat hij opstond voor de rechten binnen de kerk. Belangrijk in dit hele verhaal is niet zozeer wat u of ik vindt, maar wat zegt Gods woord over het gezag van de regering binnen de kerk. Ik lees en deel met u de open brief die John MacArthur heeft geschreven, waar ik heel veel uit geleerd heb en hier en daar ook nog wat op zal aanvullen. Hij zegt: Christus is de Heer van alles. Hij is het enige ware hoofd van de kerk. Efeze 1 vers 22 en hoofdstuk 5 vers 23 en ook Colossense 1 vers 18 zegt dit. Hij is ook de koning der koningen, soeverein over elke aardse autoriteit, zegt Timotheus 6 vers 15 in het eerste boek. En Openbaring 17 en 19 bevestigen dit. De kerk heeft altijd onveranderlijk gestaan op die Bijbelse principes door de hele kerkgeschiedenis heen. Als zijn volk zijn we onderworpen aan zijn wil en geboden zoals geopenbaard in de schrift. Daarom kunnen en willen we niet instemmen met een door de overheid opgelegd verbod op onze gemeentelijke eredienst of andere bijeenkomsten. Naleving van dit regeringsbevel zou ongehoorzaamheid zijn aan de duidelijk geboden van onze Heer. Sommigen zullen denken dat een dergelijke verklaring in strijd is met het gebod om ons te onderwerpen aan de autoriteiten, zoals al gezegd in Romeinen 13 en 1 Petrus 2 staat. De schrift verplicht ons namelijk tot zorgvuldige en gewetensvolle gehoorzaamheid aan de overheid. In de woorden van Petrus: niet alleen hen die goed en zachtaardig zijn, maar ook degenen die onredelijk zijn. Zolang de overheid zich niet bemoeit met kerkelijk gezag en zolang ze geen bevelen uitvaardigen die in strijd zijn met onze gehoorzaamheid aan Gods wetten, moeten we het gezag van de regering gehoorzamen, ongeacht of we het met hen eens zijn of niet. Met andere woorden, de teksten uit Romeinen 13 en 1 Petrus 2 gelden nog steeds ook voor ons kinderen Gods vandaag de dag. We moeten onze burgerlijke autoriteit gehoorzamen als machten die God zelf heeft verordend. Wat niet wil zeggen dat de overheid nu ineens gezag over de kerk heeft gekregen. Hoewel de overheid bekleed is met goddelijk gezag om de staat te regeren, kent geen enkele Bijbeltekst de overheid gezag toe over de kerk. Ik daag u uit om mij die teksten te laten zien. Elke instelling heeft een eigen metron, een gebied van gezag en autoriteit. En het is belangrijk om dat te beseffen, met juridische grenzen die moeten worden gerespecteerd. Het gezag van een vader is beperkt tot zijn gezin. Ik als vader heb gezag in mijn gezin, maar
Mijn vaderschap geeft mij geen gezag over andermans kinderen of over een ander gezin. De man is het hoofd van de vrouw, maar dat wil niet zeggen dat hij het hoofd is van elke vrouw. Je kunt dus beseffen aan de hand van dit principe dat er een begrenzing is aan het gezag. En dat juridisch gebied, daar ben je verantwoordelijk voor. En de overheid is specifiek belast. En je moet goed begrijpen, dit gezag is door God gedelegeerd aan ouders, naar hun kinderen, aan de regering voor het land, hè, binnen de kerkleiders, de kerkleiders voor de kerk. En God heeft burgerlijke heersers geen gezag verleend over de leer, de praktijk en het bestuur van de kerk. Het Bijbelse kader beperkt de autoriteit van elke instelling tot haar specifieke gebied. De kerk heeft niet het recht zich te bemoeien met de zaken van individuele gezinnen. En dan krijg je een soort secte. En het ouderlijk gezag mag de kerk ook niet negeren. Ouders hebben niet de bevoegdheid om burgerlijke zaken te regelen en overheidsfunctionarissen te omzeilen. Evenzo heeft de overheid niet het recht zich te mengen in kerkelijke zaken op een manier die het door God gegeven gezag van voorgangers en ouderlingen ondermijnt of negeert. Nou, wanneer een van de drie instellingen de grenzen van zijn gezag overschrijdt, is het de plicht van de andere instellingen om die overschrijding terecht te wijzen en te beperken. Wanneer de overheid, en dit is nu aan het gebeuren, bevelen uitvaardigt om de eredienst te reguleren, zoals het verbod op zingen, het verplichten van mondkapjes, anderhalve meter afstand of het verbod op samenkomen, dan treedt de regering buiten haar legitieme grenzen die haar door God zijn gegeven. En ze gaat buiten haar autoriteitsgebied gezag uitoefenen en neemt daarmee het gezag van anderen over, in dit geval van de kerk. En het gezag van de kerk heeft God uitdrukkelijk en alleen aan de Heere Jezus Christus gegeven. Het is helemaal duidelijk. En kerkleiders mogen dat gezag niet overschrijden. Het is belangrijk om dit te beseffen. Hij is de soevereine heerser. Het is zijn kerk. Het is zijn koninkrijk. Zijn heerschappij wordt overigens uitgeoefend in kerken en is gedelegeerd aan voorgangers en oudsten die zijn woord verkondigen. Ik heb daar ook teksten voor, maar die krijgt u nog. In reactie op het bevel van de staat dat kerken verplicht worden om hun bijeenkomsten voor onbepaalde tijd op te schorten, verklaar ik namens de geestelijke leiders van de kerk dat de staat in deze zaak de grenzen van hun legitieme gezag hebben overschreden. Onze trouw aan Christus verbiedt ons zulke opgelegde beperkingen na te leven in de heilige samenkomsten van Gods kinderen. Anders gezegd, de staat heeft geen enkel recht of gezag om aanbidding te bevelen, te wijzigen, te verbieden of te verplichten. Wanneer, hoe en hoe vaak de kerk aanbidt, is niet onderworpen aan César. Integendeel, César is onderworpen aan God. Jezus bevestigt dit principe toen hij tegen Pilatus zei: u zou geen autoriteit over mij hebben, tenzij het u van boven was gegeven. Johannes 19, vers 11. En omdat Christus het hoofd van de kerk is, ja, en blijft, hebben kerkelijke zaken betrekking op zijn koninkrijk en niet op het koninkrijk van César. Jezus maakt een duidelijk onderscheid tussen die twee koninkrijken toen hij zei: geef aan César wat van César is en geef aan God wat van God is. Als pastors en ouderlingen, als leiders, mogen we het gezag over de kerk nooit uit handen geven en overdragen aan de autoriteit. Deze macht behoort uitsluitend toe aan Christus als hoofd van zijn kerk. En hij heeft dat gedelegeerd aan herders en oudsten die zijn autoriteit uitoefenen
geestelijk gezag uit te oefenen binnen de kerk. 1 Petrus 5 vers 4, vers 1 tot 4 bevestigt dit en ook Hebreeën 13 vers 7 en vers 17. Alleen de schrift bepaalt hoe en wie ze dienen. Ik denk hierbij ook aan de woorden van Luther die zei, sola scriptura, hè? Door geloof alleen, door het woord alleen, door genade alleen. Lieve vrienden, het wordt tijd voor een nieuwe reformatie. En ik timmer in geestelijke zin nu ook deze stellingen uit het woord van God via de digitale snelweg. En ik hoop dat kerkleiders hier notie van nemen. Deze boodschap is het in het bijzonder ook dan gericht aan mijn medebroeders en leiders in de kerk. En ik hoop dat ze dit ter harte nemen en heroverwegen hoe ze omgaan met de bevelen die ons worden opgelegd door de staat. Zij zijn niet verplicht om de bevelen van de staat op te volgen om de eredienst of het bestuur van de kerk te reguleren. Kerkleiders die hun door Christus gedelegeerde autoriteit in de kerk aan de staat afstaan, hebben feitelijk afstand gedaan van hun verantwoordelijkheid. Daarmee hebben ze hun door God gedelegeerde gezag geschonden, net zoals de staat die onrechtmatig zijn autoriteit aan de kerk oplegt. Dit is een fundamentele leerstelling van de kerk. We onderwijzen de autonomie van de plaatselijke kerk vrij van enige externe autoriteit of controle met het recht op zelfbestuur en vrijheid van inmenging van enige hiërarchie van individuen of organisaties. Het is bijbels dat ware kerken met elkaar samenwerken voor de proclamatie en verspreiding van het geloof. Elke plaatselijke kerk zou echter via haar oudste en haar hun interpretatie en toepassing van de schrift de enige moeten zijn die de maatstaf en de methode van haar samenwerking beoordeelt. De ouderlingen dienen onder alle andere zaken van lidmaatschap, beleid, discipline, welwillendheid en bestuur te bepalen hoe dat gaat. Ik heb hier ook teksten voor, die krijgt u nog. Kortom, als de kerk hebben we geen staatstoestemming nodig om onze God te dienen en te aanbidden zoals hij heeft geboden. De kerk is de bruid van Christus. Ze is alleen van hem. Ze bestaat door zijn wil en dient onder zijn gezag. Hij zal geen aanval op haar tolereren en geen inbreuk toestaan op zijn gezag als hoofd over zijn kerk. Dit werd allemaal bevestigd door Jezus zelf toen hij zei, ik zal mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Christus' eigen gezag gaat ver boven alle autoriteit, macht en heerschappij in elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de komende eeuw. En God de Vader heeft alle dingen onder de voeten van Christus gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de kerk die zijn lichaam is. Vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Daarom omvat de gehoorzaamheid die we aan onze overheid verschuldigd zijn niet de naleving van hun opgelegde regels wanneer deze in strijd zijn met de gezonde leer en die ondermijnen en die de Bijbelse moraal bederven of op welke manier dan ook in strijd zijn met het gezag van Christus. En niet Caesar is het hoofd van de kerk, maar Christus. Omgekeerd regeert de kerk op geen enkele manier de staat. Nogmaals, dit zijn verschillende koninkrijken. En Christus is de soeverein over beide. Kerk, nog staat, heeft een hoger gezag dan dat van Christus zelf, die verklaarde, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Merk op dat we geen wettelijk argument aanvoeren, ook al bevestigt de grondwet dit principe dat de kerk en staat in principe gescheiden zijn. Nee, ik beroep me op het woord van God. Het recht waarop ik een beroep doe is niet gecreëerd door de Nederlandse grondwet,
Het is een van die onvervreembare rechten die uitsluitend door God zelf zijn verleend. Die de menselijke regering heeft ingesteld trouwens. Dat is Gods instelling. En zowel de omvang als de beperkingen van de autoriteit van de staat heeft vastgesteld. God heeft begrenzingen gegeven. In Romeinen 13 gaat het met name over strafrecht. Wie goed doet, heeft niets te vrezen. Maar als je nu te dicht bij iemand komt, kan je een vette boete krijgen. Dat heeft niks meer met strafrecht te maken. Dat heeft met demonische dictatuur te maken. Ons argument is daarom met opzet niet gebaseerd op de grondwet, maar op de Bijbelse principes waarop zelfs onze Nederlandse grondwet aanvankelijk is gebaseerd. Maar we zien vandaag de dag hoe de regering God de rug heeft toegekeerd en daarom ook zijn eigen grondwet regelmatig met voeten treedt. Het beoefenen van ware religie is een goddelijke plicht die God heeft gegeven aan mannen en vrouwen die naar zijn beeld geschapen zijn. Met andere woorden, vrijheid van aanbidding is een gebod van Gods wegen. En het is geen voorrecht dat ons door de staat is verleend. In dit verband wil ik nog een punt maken. Christus is altijd trouw en waarachtig en menselijke regeringen zijn dat zeker niet. De Bijbel zegt heel duidelijk, de hele wereld ligt in de macht van de boze. Dit verwijst uiteraard naar Satan, de overste van deze wereld, de heerser van deze wereld. Dat betekent dat hij macht en invloed uitoefent via de politieke systemen van deze wereld. Jezus zei over hem, hij is een leugenaar en een vader der leugen. In eerdere filmpjes heb ik uitgebreid uiteengezet hoe die leugen via de media en de politiek wordt gebruikt om het hele volk te demoniseren en te controleren en uiteindelijk te onderwerpen voor de één wereldregering met één wereldreligie en één wereldmunt. En laten we niet vergeten, de geschiedenis staat vol van pijnlijke herinneringen dat de macht van de overheid gemakkelijk en vaak voor slechte doeleinden worden misbruikt. Politici kunnen statistieken manipuleren en de media kunnen ongemakkelijke waarheden verdoezelen of camoufleren. Dus een onderscheidende kerk kan er niet passief of automatisch aan voldoen als de regering ons beveelt om kerken te sluiten. Zelfs als de opgegeven reden een zorg voor de volksgezondheid en de veiligheid is, dan nog heeft de staat geen gezag om dit af te dwingen. Dan zou het eerder een verzoek moeten zijn. De kerk is per definitie een gemeente. Het letterlijke woord kerk komt van het Griekse woord ecclesia, wat betekent een vergadering van geroepenen. Een samenkomst waarbij men niet mag samenkomen, zoals dat nu het geval is, is in tegenspraak met de simpele betekenis van het woord kerk zelf. Christenen worden zelfs geboden om hun eigen samenkomsten niet te verzuimen en vooral naarmate gij de dag van zijn komst ziet naderen. En geen enkele aardse staat heeft het recht om het samenkomen van gelovigen te beperken, af te bakenen of te verbieden. Het is niet voor niets dat wij altijd de ondergrondse kerk hebben gesteund als christenen in landen waar christelijke samenkomsten door de staat als illegaal en vijandig worden beschouwd. Het lijkt erop dat in het Westen deze vrijheid nu ook van ons wordt afgenomen. Wanneer ambtenaren het kerkbezoek willen reguleren door een bepaald aantal, proberen ze een beperking op te leggen die het in principe onmogelijk maakt voor de heiligen om samen te komen zoals God het heeft geboden. Wanneer de overheid het zingen tijdens erediensten verbiedt, proberen ze een beperking op te leggen die het onmogelijk maakt om Gods geboden te gehoorzamen. Wanneer men 1,5 meter afstand eist, proberen ze een beperking op te leggen die het onmogelijk maakt om intiem met elkaar te zijn en te ervaren. Dan is er geen plek voor handoplegging, geen heilige kus en al deze zaken
worden onmogelijk gemaakt. In al die sferen moeten we ons onderwerpen aan de Heer en niet aan de staat. Ik ga u straks allemaal teksten geven. Hoewel wij niet gewend zijn dat de overheid de kerk van Christus binnendringt, is dit zeker niet de eerste keer dat de kerk te maken heeft met onwettige bemoeienis van het Rijk en van vijandige heersers. Denk aan Noord-Korea, China, moslimlanden waar christenen worden vervolgd, waar ze in het geheim samenkomen. En daar is geen sprake van blinde gehoorzaamheid, zoals in Romeinen 13 en 2 Petrus wordt gevraagd. Want dit is in regelrechte strijd met de heilige geboden van God voor zijn gemeente. En die bemoeienis is dus nu ook in ons land en in West-Europa ingetreden. In feite is vervolging van de kerk door de overheid geen uitzondering geweest in de kerkgeschiedenis. Of is het uit angst voor vervolging dat we Romeinen 13 en 2 Petrus als een mantra gaan gebruiken om dan toch maar slaafse ongehoorzaamheid te eisen? Ik zal nooit vergeten dat ik keek naar Braveheart en de man zei: ik sterf liever in de strijd voor vrijheid dan dat ik moet leven als een slaaf. En ik geloof, lieve vrienden, wij moeten niet bang zijn voor vervolging. Ook als de staat dit eist, is het zaak dat kerkleiders opstaan en vechten voor hun vrijheid. En daarom mijn respect voor Rodney Howard Brown en voor John MacArthur en een van mijn favoriete predikers, J.D. Farag, die openlijk stelling hebben genomen en op grond van de schrift hun kerken hebben opengesteld. En mijn oproep aan de geestelijke leiders en kerkleiders van Nederland is om dit dappere voorbeeld ter navolging te volgen. Minimaal om dit te overdenken wat ik heden met u deel. Inderdaad zegt de schrift: alle die in Christus Jezus godsvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Het kan leiden tot vervolging, maar dat moeten we riskeren om gehoorzaam te zijn als we de God van de Bijbel daadwerkelijk willen gehoorzamen. Is het bijna onontkomelijk om wel eens ongehoorzaam te zijn aan de seculiere machthebbers. Historisch gezien zijn de twee belangrijkste vervolgers altijd de seculiere regeringen en de valse religie geweest. De meeste martelaren van het christendom zijn gestorven omdat ze weigerden dergelijke autoriteiten te gehoorzamen. Denk aan Luther in onze redelijk recente geschiedenis. Dit is ten slotte wat Christus beloofde: indien ze mij vervolgden, zullen ze ook u vervolgen. Het is onomkoombaar. In de laatste zaligsprekingen zei Jezus: gezegend zijt gij wanneer mensen u beledigen en vervolgen omwille van Christus en valselijk allerlei kwaad van u spreken. Verheug u en wees blij, want uw beloning in de hemel is groot, want op dezelfde wijze hebben zij de profeten voor u vervolgd. Lieve vrienden, geen bangmakerij. Nee, laten we de moed van de apostelen en de profeten tot voorbeeld zijn en de voorbeelden ook in deze tijd. Naarmate de overheid verder verwijderd raakt van Bijbelse principes, en dat is de laatste 3-4 decennia, misschien al veel langer, aan de hand in ons land wat ooit eens een christelijke natie was genoemd. Maar nu raken ze steeds verder weg van die principes. En de juridische en politieke druk op de kerk neemt daardoor toe. Zou God deze druk kunnen gebruiken om de gemeente te zuiveren, zodat de ware kerk openbaar wordt? Dat zou zomaar kunnen. Buigen we voor de bemoeienis van de staat? Als we dat doen, dan kan het ertoe leiden dat kerken voor onbepaalde tijd gesloten zullen worden en gesloten zullen blijven. Hoe kan de ware kerk van Christus zich onderscheiden in zo'n vijandig klimaat? Er is maar één manier: moedige trouw aan de Heere Jezus Christus. Zelfs wanneer regeringen sympathiek tegenover de kerk lijken te staan, hebben de christelijke leiders vaak moeten terugslaan tegen agressieve beslissingen van de overheid. In het Genève van Calvijn
moesten kerkleiders soms pogingen van de gemeenteraad afweren om aspecten van de eredienst, bestuur en kerkelijke discipline te kunnen handhaven. De kerk van Engeland bijvoorbeeld is nooit volledig hervormd, omdat de Britse kroon en het parlement zich altijd met de kerk heeft bemoeid. In 1662 werden de Puritijnen van hun kansels gegooid, omdat ze weigerden de Book of Common Prayers, een Engels gebedsboek, te gebruiken. Bepaalde gewaden te dragen en andere ceremoniële aspecten van het door de staat gereguleerde eredienst te volgen. De Britse monarch beweert nog steeds de oppergouverneur en het hoofd van de Anglicaanse kerk te zijn. Wat een hoogmoed. Er is maar één hoofd en zijn naam is Jezus Christus. Onze premier en ons kabinet heeft niks te zeggen over de kerk. Christus is het enige hoofd. En wij zouden die waarheid altijd hoog moeten houden. Om die reden kunnen we de regels van ons rijk, die de kerk worden opgelegd, niet accepteren. Dus zullen wij niet buigen. Ik ga niet buigen. Als u het doet, moet u weten, maar ik buig niet. We bieden dit antwoord zonder wrokgevoelens, niet met een hart van strijdlustigheid of vijandschap of rebellie, helemaal niet, maar gewoon gebaseerd op het ontnuchterende besef dat wij de verantwoording moeten afleggen aan de God van de Bijbel en de Heer Jezus Christus, die ons rentmeesters heeft gemaakt en ons leiderschap heeft gegeven als herders over de kostbare kudde die hij met zijn eigen bloed heeft gekocht. Tegen onze regering zeggen we respectvol met de apostelen: beslis zelf of het recht is voor God meer aan u dan aan God gehoor te geven. En zonder aarzelen is ons antwoord op die vraag hetzelfde als dat antwoord van de apostelen. Wij moeten God meer gehoorzamen dan mensen. In ons gebed is... Wat gebeurt er nou? Sorry, kleine onderbreking. Ons gebed is dat elke trouwe gemeente hieraan gehoor zal geven, in gehoorzaamheid aan onze Heer Jezus Christus, door de eeuwen, zoals ze dat door de eeuwen heen gedaan hebben. Tenslotte nog dit. Aanvankelijk, in het begin van de pandemie, stemden veel kerken in met de oorspronkelijke regeringsbevel. Niet zozeer omdat we geloofden dat de staat het recht heeft kerken te vertellen wanneer en hoe ze moeten aanbidden, maar omdat we onmogelijk de ware ernst van het virus konden inschatten in het begin, in maart. En omdat we om mensen geven, zoals onze God dat ook doet, geloven we dat het beschermen van de volksgezondheid tegen ernstige besmettingen een rechtmatige zaak is en taak ook van christenen. En daarom hebben we ons toen ook geconformeerd, vrijwillig, de eerste aanbevelingen opgevolgd. Het is natuurlijk legitiem voor christenen om zich tijdelijk te onthouden van een bijeenkomst van heiligen in het licht van een besmettelijke ziekte en de bedreiging van de volksgezondheid. Maar als we nu kijken, na een half jaar, dat die zogenaamde verwoestende lockdown, die heeft meer schade gebracht. Het is een vars. Er zijn altijd meer besmettingen, maar minder mensen in het ziekenhuis. Er wordt gelogen en het wordt misbruikt om de kerk te onderwerpen aan een kadaverdictatuur van het Rijk. En daarom werpen wij dit beleid van ons af. We moeten ons gezag niet aan de seculiere regering overdragen. Die vrijwillige naleving hebben we toen gedaan omwille van de volksgezondheid. Maar de beperkingen gaan nu verder dan de gestelde doelen. En de politiek zich met ongepaste wijze met kerkelijke aangelegenheden blijft bemoeien, terwijl dat helemaal niet meer nodig is. Het is tijd om tegengas te geven en onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. En we zijn nu zeker een half jaar verder. De sterftecijfers zijn zo laag dat de oorspronkelijke prognoses van het verschrikkelijke virus,
zoals gevreesd werd, helemaal niet zijn uitgekomen. Al die tijd echter kon de kerk niet op een normale manier bijeenkomen. Het vermogen van predikanten en voorgangers om hun kudde te hoeden is ernstig beperkt en beschadigd geraakt. De eenheid en de invloed van de kerk wordt bedreigd door de regeringsbesluiten. Mogelijkheden voor gelovigen om elkaar te zien en te dienen worden gemist. En het lijden van christenen die onrustig, angstig, bedroefd, zwak zijn of anderszins dringend behoefte hebben aan gemeenschap en aanmoediging is groter geworden dan ooit. En er is alleszins redelijk en rechtvaardig of noodzakelijk om weer samen te kunnen komen. Grote openbare evenementen die waren gepland voor 2021 worden al geannuleerd. Wat aangeeft dat ambtenaren zich voorbereiden om de beperkingen ook tot volgend jaar van kracht te laten zijn. Dat dwingt kerken om te kiezen tussen het duidelijke gebod van de Heere Jezus Christus en de staat. Daarom zouden we ervoor moeten kiezen om in navolging van het gezag van onze Heere Jezus Christus hem te gehoorzamen. Ik roep alle kerken van Nederland op dit Bijbelse mandaat te ondersteunen en weer samen te komen voor onderlinge samenkomsten en voor gezamenlijke aanbidding. Ik wil u er nog aan herinneren dat koning Ussa in de tempel ging om offers te brengen en hij werd gewaarschuwd door de priesters, maar hij had natuurlijk het seculiere gezag en hij liep gewoon de tempel binnen en bracht offers, maar hij werd met melaatsheid geslagen en stierf. Koning Saul ontstak het offer wat de priester Samuel moest doen en ook hij verloor zijn koningschap. Ik waarschuw onze regeringsleiders, kom niet aan het gezag van de Allerhoogste, want je speelt met vuur en je speelt ook met je eigen leven. Bekeer je van die goddeloosheid en respecteer het door God gegeven gezag aan de kerk in volle mate. En ik roep alle kerkleiders op om deze boodschap te overdenken. Ik stuur ook met dit mailtje een kopie van deze boodschap met alle tekstverwijzingen, zodat u kunt zien dat deze boodschap niet gebaseerd is op emotie, maar op de schrift. Sola Scriptura. Het woord alleen, geloof alleen, genade alleen, zei Luther. En opnieuw wil ik die woorden onderstrepen met dank aan Reverend John MacArthur, die eigenlijk deze stellingen op papier heeft gezet en ook zijn kerk heeft geopend. Laat de kerk opstaan in dit donkere uur en zijn licht laten schijnen. Als je geen kerkleider bent, wil ik je vragen om het document wat je ziet in deze mail, in de tekst hieronder, te downloaden, uit te printen en door te sturen aan de voorgangers en leiders van je kerk. Het is mijn gebed dat dit besluit mag leiden tot een ontwaken, tot een opwekking van de kerk om te doen waar God ons toe geroepen heeft. Wees gezegend, wees krachtig, wees sterk, wees moedig. De Heer uw God is met u. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.